De Oranje Special van Veronica Insight wordt komende zomer vanuit Slotseist uitgezonden. Lang was de locatie van het voetbalprogramma van Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen tijdens het Europees kampioenschap voetbal onzeker. Zes Oranje, zoals het programma tijdens vorige grote landentoernooien werd genoemd, vond eerder plaats in het Scheveningse Kurhaus. In Zeist schuiven de heren tijdens het voetbaltoernooi dagelijks aan tafel in het Feerike Kasteel, dat midden in het land ligt. Op de website van Slot Zeist staat te lezen, ooit het lustoord van Willem Adriaan, graaf van Nassau-Rijk en kleinzoon van prins Maurits. Nu het ideale decor voor vorstelijke evenementen, historie opsnuiven of genieten van kunst en cultuur. Met het EK tussen 12 juni en 12 juli wordt ook voetbal aan dat rijtje toegevoegd. Of de zomerse editie van Veronica Insight ook 6 Oranje gaat heten, is nog de vraag. De naam behoorde altijd toe aan RTL, waar het trio tot vorig jaar voor werkte en het de reguliere en Oranje specials maakte. Ook is nog niet duidelijk of het programma op SBS6 komt, of op Veronica. Namens RTL bespraken Gené, Van der Gijp en Derksen met hun gasten de WK's van 2010 en 2014 en het EK in 2012. In 2016, toen Nederland zich niet plaatste voor het EK, gingen ze langer door met de reguliere uitzendingen van Voetbal Insight. Ook 2 jaar later ontbrak Oranje, bij het WK, maar maakte het drietal 6 Oranje blijft thuis. Push came to shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.